Welkom bij de redactie van Nieuwsblad Transport. Ik zou deze week even met jullie naar het nieuws kijken. Het is komkommertijd, iedereen is op vakantie of gaat op vakantie. En toch hadden we deze week nog mooi nieuws, of mooi nieuws, groot nieuws in elk geval. Namelijk dat Costco OOCL koopt. De zoveelste overname in redelijk kort tijdsbestek eigenlijk. Opvallend aan die overname is vooral de prijs. 6,3 miljard wordt er betaald aan de... als totaal, en daarvan gaat een groot deel naar de groot aandeelhouder, de familie Tung, die 69% van de aandelen van OOCL heeft ongeveer. Als je die prijs vergelijkt met eerdere overnames, bijvoorbeeld APL of Hamburg Süd of Maersk Line, daar had je het over bedragen van respectievelijk $2,4 miljard en 4 miljard euro moet ik zeggen, geloof ik. Maar er zijn toch significant lagere bedragen dan wat er nu wordt betaald aan OOCL. En de reden daarvoor is dat OOCL een imago heeft opgebouwd als een ontzettend stabiele carrier, goed presterend, heel erg klantenservice gericht. En heeft daardoor ook een redelijk goed bestand aan westerse verladers. Dus veel analisten denken dat Costco hiermee een breder pakket van grote westerse verladers kan binnenhalen. Die overname hebben we eigenlijk redelijk goed belicht bij NT deze week. Maar waar ik nu naar wil kijken is wat dat betekent voor de markt aan zich. En er zijn een paar leuke dingen gaande. Je hebt dus die overname van OOCL. Daarmee komt Costco ten eerste in de top 3 van, carriers. Dat is al echt decennia lang een Europees feest eigenlijk. Of decennia lang in ieder geval. Ontzettend lange tijd is dat, werd dat bezet door Maersk Line, MSC, CMA, CGM. En nu komt Costco daar dus in en valt CMA daar zo meteen uit. Nou, wat betekent dat nou? Als je kijkt naar de top 10 of top 15 van carriers, daar is heel veel gebeurd de afgelopen tijd. En eigenlijk bleef dat altijd een door de Europese reders gedomineerde lijst. De top 5 was eigenlijk was voor 80% Europees. Nou, daar komt nu verandering in. Niet alleen doordat OOCL de top 3 binnenstormt, maar ook per april 2018. Dan hebben MOL en NYK en K-Line hebben dan One of Ocean Network Express opgericht. En One Line komt dan op de 5e plek. En die... wat er verder interessant aan is, is dat als je kijkt naar... dit is een overzichtje van hoe die toppen eruit zag in 2015. Nou, dan zie je dat hier heb je nog K-Line, MOL, NYK. Dat wordt zo meteen One. Je UAC is overgenomen door Hapag-Lloyd. OCL is naar Costco gegaan. Hamburg Süd is naar Maersk Line gegaan. Er gebeurt er van alles. Maar je zag dat hier, het was echt groen zijn dus de Europese rederijen. En die oranje zijn dan Aziatische rederijen. En geel was Arabisch. Je ziet dan dat... Dat was heel erg, die top 5 was heel erg groen, echt Europees gedomineerd. Dat is nu eigenlijk nog steeds zo. Maar vanaf volgend jaar gebeurt er iets anders. Dan zie je dus dat daar veel meer een mix in komt. En dat het niet meer zo'n duidelijk Europese aangelegenheid is. En wat ook interessant is dat als je kijkt naar de huidige alliantiestructuur. Dus je hebt nu 2M, Ocean Alliance, The Alliance. In al die allianties is momenteel de grootste rederij een Europese club. En dat wil niet zeggen dat ook echt Europees wordt aangestuurd, maar hoe groter je bent, hoe meer je het zeggen hebt in zo'n alliantie. Zo werkt dat natuurlijk wel. Na deze, als Costco en One in een nieuwe vorm definitief zijn opgericht, dan krijg je een nieuw ander beeld. En dan zie je dus dat nu alle allianties een Europese rederij aan het hoofd hebben. En zo meteen alleen nog maar 2M. En dat komt omdat Maersk Line en MSC zijn beide Europees. Dus er gebeurt iets leuks. En dat is dat die Europese dominantie. Of leuk zullen misschien veel Europese partijen dat niet vinden. Maar er gebeurt iets interessants. Dus je ziet dat die Europese dominantie die neemt gewoon af. Ander interessant gegeven is dat een Turkse investeerder... zijn belangen in CMA CGM te koop heeft gezet. En dat is het bedrijf Yieldrim. Dat is een investeerder. Die heeft onder andere Yieldports. Die zit ook in mijnbouw, in energie. In echt een grote private investeerder.
En die wil dus van zijn 24% grote belang van CMA-CGM af. En eigenlijk, er is nog niks bevestigd. Maar je ziet al wel eerste media die dus op basis van anonieme officials melden dat Costco wel degelijk een van de partijen is die daarin geïnteresseerd is. En mochten zij dat nou daadwerkelijk kopen, dan zie je dus eigenlijk dat dit plaatje en ook dit plaatje nog verder wordt verstevigd. Hè? Dus dat er een nog verdere afname van die Europese dominantie is. Omdat dan ook binnen de grote Europese rederijen Aziatische bedrijven een voet aan de grond hebben. Dat is denk ik een interessant gegeven van wat er nu gebeurt. Hè? Dus je ziet echt die sterke Europese dominantie, die neemt gewoon af. Het is afwachten hoe die deal rond CMA-CGM zich ontwikkelt. Dus dat zullen we zeker blijven volgen. Wat ook nog wel een leuk detail is aan die CMA-CGM verkoop van die aandelen, is dat die eigenaar Yüksel Yıldırım, dus die private investeerder, die wil het geld dat hij daarmee krijgt, wil die gebruiken om America Ports tot een van de grootste 10 terminal operators van de wereld te maken. En dat moet dan in 2025 al gebeurd zijn. Dus dat is wel een serieuze doelstelling ook. Ook interessant om te kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. Hij maakte overigens wel een vette winst op de verkoop van die aandelen. Hij kocht dat in 2010 en 2011 voor 500 à 600 miljoen. En het is nu gewaardeerd op 2,5 tot 3 miljard. Dus dat is precies waar private investeerders naar op zoek zijn in zulke deals. Goed, dit was het voor zover. Mochten jullie op vakantie gaan, dan wens ik jullie een fijne tijd. En tot september. Dank u, dag.